Goedenavond iedereen. Hallo kus. Ondertussen mijn penseeltjes er eens even bij selecteren. Hallo. Goedenavond. Hallo, hallo, hallo. Hoi, hoi. Gisteren mijn eerste producten besteld. Ah, voilà. Ideale moment om dan in te checken hier, hè. Hallo. Grappig. Karel, wat denk je? Je ziet iets anders aan mij. Dat is goed opgevallen. Ik zal het zelfs zeggen. Oh, fijn te horen. Birgit, hallo. Is het goed loeden? Nose concealer of liquid? Ik neem maar de liquid besteld. Beide kanten hangt er een beetje af dat je huid erop reageert. Dus zeker testen. Yes. Ik heb mijn wenkbrauwen door mijn vriendin laten verven. In dezelfde kleur als mijn haarkleur. Want ze zei, allee, laat me dat eens doen. Dus op. Bij deze, dus dat valt dadelijk op. Ik vond het even zo schrikken als dat gedaan was. Maar het is grappig dat nog mensen dat opvalt. De navullingen van de skincare komen eraan in mei. Dus nog heel eventjes volhouden, maar ze komen eraan. Ik blijf continu hangen. Misschien er dan eventjes, ik weet niet of dat bij iedereen zo is. Moest het zijn dat het bij nog mensen is, laat mij weten. En anders even terug uitgaan en terug ingaan. Fijn jullie te zien. Ik zal ondertussen al eens zeggen wat we vandaag gaan doen. Zoals jullie een titeltje hebben gelezen, gaan we een springlookje doen. En ik was aan het denken van wat we gaan doen. Dus ik dacht een beetje met wat roze tintjes te doen. Oké, klaar en duidelijk. Super. Oké, dus even voor de mensen bij wie ik haper. Erin en eruit. Of eruit en erin. Dus met roze tintjes iets te doen. Met zowel oude als wat nieuwere kleurtjes. En ik zal beginnen met mijn primer aan te brengen. Dus ik pak altijd... beeld is oké, top. Ik pak altijd de Mattifying Primer. Omdat ik nogal eens snel een beetje glim. Dus voilà. Met mijn borstel. Even aanbrengen. Voilà. Super dat het beeld oké is. Fantastisch. Zo, ik pak ook altijd mijn oogleden even mee. En dan ga ik eerst, amai, welke in mijn keel, mijn ogen een beetje oplichten. En goed nieuws voor heel veel mensen die al aan het, mij waren belagen met berichtjes. Guess who's back? Onze liquids zijn terug, voorradig. De liquid 1 en de liquid 2.0. zijn terug in voorraad. Dus voor de mensen die hem heel hard gemist hebben. It's back. Dus zeker, ga het zeker checken bij onze verkooppuntjes. Bij de apotheken. Die gaan ze hebben. Of ze gaan toekomen. Morgen, overmorgen. Maar ze zijn onderweg naar onze verkooppunten. Bij de meesten al geleverd. Dus zeker langs gaan. Prachtige achtergrond. Dankjewel. Schoon hè. Doet ze toch direct iets hè. Zo'n leuke achtergrond. Voilà, kan ik een klein beetje van een 1.0 pakken, ze. Met mijn borstelke. Vandaag mijn borstelke is uitgewassen, het was dringend is tijd. Voilà. Ja, voor de mensen die het ook gezien hebben, ik heb een gesprongen lip. Dat is met die weersverwisselingen, hè. Dan is het koud, dan is het aan het regenen. Dan gaat mijn haar zo van staan. Dus ja, dat heb je dan. Even oplichten, zodat we een frisse lentelook kunnen maken. Zo. Ik doe dat ook hier zo'n beetje naar boven. Dan is dat jukbeen ook wat opgelicht. Ik wacht op de oogontschminker. Einde van de maand. Prime and Fix Poeder kan voor en na de make-up. Absoluut. Kan. Ik ben voor de Mattifying Primer. Maar dus de Mattifying Primer kan door de Prime and Fix verwisseld worden. Geen probleem.
Zo. Dan ga ik mijn flat kabuki pakken. En een klein beetje 2.0 en 1.0 mengelen. Want ik ben niet getint genoeg voor de 2.0 alleen te gebruiken. Dus voor mensen die soms twijfelen aan hun kleur, ga dat zeker een keer testen. Dat is compleet normaal, hè. Dat is jammer voor de mensen die dan ook zo hetzelfde probleem hebben als mij. En die dan met moeten gaan mengen. Maar je komt langer toe, want je hebt twee verschillende. Dus voilà. Is dat u nu behang thuis? Was het maar. Nee, dat is een keitoffe roll-up screen. Zodat je mijn rommel achter mij niet ziet liggen. Voilà. Wat is het verschil tussen de vloeibare concealer en de stick? De stick gaat ietsjes smeuiger zijn. Het is ook kwestie van waar je het liefst mee werkt. Hè? Maar die gaat iets smeuiger zijn van textuur. En de liquid gaat iets... Ja, je ziet dat verschil. Hè? Dat is echt meer liquide. Voilà. Liquid of concealer? Ik heb een gewone liquid. Mijn glaasje wijn heb ik niet. Ik heb gezegd, Lore, we gaan proberen om door de week een glaasje wijn minder te drinken. Dus ik ga mijn best doen. Ik heb maandag geen gedronken, gisteren wel. Vandaag weer niet, dus we're gonna do it. Voilà. Overal een beetje liquid. Dan pakken we onze kabuki. Ook weer opnieuw. De 1 en de 3.0 ga ik nu mengen. Weer dezelfde reden, omdat ik zo net geen 3 ben op dit moment. Dus ga ik een klein beetje 1 daarbij doen. Samenklitte vette haartjes is dat op te lossen. Ik was al met het zeepje. Oké. Zolang het een make-up zeepje is, is het goed. Hi, Katrien. Als ze gaan samenklitten, wil dat soms zeggen dat er toch nog product in zit. Dus wat ik zou doen is wassen. Nog eens goed uitspoelen met lauw water. En dan echt goed op mijn handdoek droog wrijven. En het beste is om hem eigenlijk zo schuins mogelijk naar beneden. Ik leg die altijd zo op mijn handdoek, dat mijn handdoek zo'n beetje ligt. En dan laat ik die zo, ja, in de fletkabuki zo drogen. Zo zou ik het doen. Joeps, een eentje en een drieke gemengd. Op. Mengen. Wenkjes zijn top, vind je? Oh, ik moet er echt aan wennen. En de isopropyl alcohol, ja, Caro, inderdaad. Dat is ook wel een heel goede tip. De isopropyl gaat hem ook wel een beetje... Ik heb het ook al eens voor gehad en bij mij was dan aan een tweede keer wassen er wel echt uit. Draaien. Hoe opbouwen als je de peach concealer gebruikt? Op dezelfde manier als ik het nu gedaan heb met het oplichten. Dus je gaat eerst je primer aanbrengen. Dan gaat je met je peach concealer... Op je concealerborsteltje, niet rechtstreeks, daar raad ik af. Op je concealerborsteltje gaat je al deppend je peach aanbrengen. Je laat je rustig zijn eigen zetten. En dan gaat je met ofwel een liquid er nog eens over, al deppend, want je peach is eigenlijk je foam die je moet behouden voor je kringen en zo weg te werken. En dan gaat je gewoon de rest erop doen. Dus eigenlijk hetzelfde. Alleen moet je de liquid dan vervangen door, zoals ik nu gedaan heb met de peach. Oké, top. Voilà, kabukietje. Het is al gebeurd. Dan ga ik mijn kanelletje pakken. Vorige keer heb ik mijn soirée gebruikt. Nu ga ik mijn kanelletje nog eens gebruiken. Dus dat is deze. Een losse bronzing contour. Ik vind het zo'n beetje een mengeling. Want je kunt hem gebruiken voor gewoon echt zo wat meer dimensie in je gezicht te krijgen. Je kunt hem ook gebruiken voor te contouren. Dus als je zegt, van ik wil gewoon echt wat een glow. We gaan echt voor een frisse zomerlook. Ik ben wel iemand die altijd zo'n beetje een lichte contour zet. Dus we gaan hem licht houden. Voilà. Zo benieuwd om te testen. Ik hoop dat het morgen hier is. Ja, normaal gezien wel. Als je online hebt besteld, dat gaat vrij snel hoor. Dus ik ga net zo hier... Ietsjes hoger, zo vooral voor die glow. Ik ga dat zachtjes met mijn blush brush aanbrengen. In van die ovale bewegingsjes, zoals je ziet. Normaal doe ik echt zo heel fel, maar dat is echt als je wilt contouren. Zo, de andere kant. En ik pak altijd zo de... Het is een klein beetje vervormd, is dat een beetje, maar dat is van de veel te gebruiken. Dus als hem vervormt, dat is helemaal oké. Goed naar de slapen toe werken. Wanneer de navelingen van de Sun Powder... Oeh, dat ga ik eens moeten navragen. Dat weet ik eigenlijk niet. Daar ga ik op moeten terugkomen.
Moest het zijn, je mocht mij daar altijd een privéberichtje voor sturen. Dan ga ik dat zeker niet vergeten om dat na te vragen. Ik weet niet of dat Joken is aan het meekijken, maar als ze niet meekijkt, dan, want zij zit zo achter productie en zo, dan gaat ze dat zeker wel eens nakijken. Dan ga ik dat niet vergeten te vragen naar morgen. Goed, glowy glowy. Met mijn kabuki erover. Internet moeilijk. Welke bronzer? De kanel, Greet. Ik heb de kanel en ik heb die zo heel zwieperig erop aangezet, zodat we echt zo de kleur hebben. Ik heb die ook wel in mijn haarlijn gezet. Ah ja, we moeten denken, we zijn al richting de lente aan het gaan. Je mocht dat ook hier zo zetten, hè. Mag ook. Want ja, ik heb dus dat een beetje. Kunt je mee wegwerken. Kanelletje. Voilà. Dat. Blushje. We gaan voor een fris lookje. Dus, ik ga hier de Cherie pakken uit het Bridal Palet. Ik ga heel even een andere blush brush pakken, omdat mijn een ander nu vol met kanel hangt. Dat is het voordeel als je er dan twee hebt. Zo. Dat is een hele frisse. Zie dat ik hier niet alles laat vallen. Ik tik dat klein beetje af. En dan ga ik zachtjes naar boven toe. Ik doe altijd ietsje, dan is dat zo wat frisser. Voor een fris lookje. Bridal palet gekocht vandaag. Kleur ogen staat me echt niet. But love the white powder and blush pink. Oh, zo jammer. Ik ga... ik vind dat wel jammer dat de kleurtjes u niet staan. Je moet ze echt... Als soms is het dat het soms te fel is. Omdat er toch wel één goed gepigmenteerde in zit. Ik zal hem zelfs ook even gebruiken. Misschien dat je hem voor deze looks ook wel kunt gebruiken. Want nu ga ik ook wel dingen uit het bridal palet gebruiken. Amai, dat was veel gebruiken in één zin. Joekie, even deppen. Top blush, hè. Zie, lekker fris. En ik ben iemand die dat niet snel gebruikt met deze. Alleen zo'n roze blush. Ik ben iemand die heel vaak van super warme tinten houdt. Qua blush dan. Dus ik pak een bronze heel vaak. Maar ik ben nu echt wel fan van die in het bridal palet. Voor mij te roze, want ik heb alle rood. Ah ja, oké. Okay. Voor mensen met roodheden snap ik dat. Als je echt roodheden hebt op je wangen, kun je best van de roze tintjes afblijven. Dat is waar. We gaan over naar de oogstjes. Eye primerke, want we zijn richting lente aan het gaan. Het moest maar eens heel warm worden in de lente. You never know hier in België. Ga ik even... Ups. Zo. Staat me prachtig. Oh, dat is lief. Dank je wel. Ik doe dat altijd met mijn vingers, hè. Een eye primer. Komt de Peach Blush Stick terug online om te bestellen? Ik denk het niet. Die zijn end of life noemen dat zo. Dus dat wil zeggen dat ik... Die gaat er niet... De Hooray die gaat erin blijven. Maar de Peach was limited. Dus als die niet meer bestelbaar is, dan denk je dat je gaat moeten kijken bij verkooppuntjes. En hopelijk vind je hem daar dan wel ergens. Goed. Dan, met een eye primer ga ik nu de beige even pakken. De beige... Zo. Ja, benieuwd naar je tips. Oké, laat ons hopen dat ik jou veel tips kan geven. Zalige potloden, de volume jeu. Oh, dat is leuk. Oh, dat is door mij dat je gekocht hebt. Oh, dat vind ik heel leuk. Dat vind ik altijd leuk om te horen. Dat ik mensen heb kunnen overtuigen. Super. Soms is het kwestie van het wel meer te durven. Maar als je het dan zo eens ziet, dan maakt dat het toch dat je zo toch die laatste push krijgt om te zeggen, ik doe het. En het is echt gemakkelijk, hè. Ik gebruik nu de Madeleine op mijn ogen, want de eye primer verdraagt niet goed. Zalig. Super. Ook de Madeleine is een kei goeie voor te fixeren, voor te zorgen dat alles goed... Ik vind dat ook echt een hele goede primer. Wat dat ik dan vaak doe, is de Madeleine. En ik ga daar zo mee, ik blend dat dan altijd nog zo'n beetje uit met mijn blending brush. Of met uw eye flat, kan dat ook. Zodat het goed blijft zitten. Ik heb dat precies wel nodig om daar zo nog een klein beetje zo eens op te blenden. Zo. Voilà. Goed. Ik heb een egaal vlakje om op te werken. Dan. De aubergine. De aubergine is een van de leukste zachte kleurtjes die ik gebruik. Ik ben iemand van... Ik en Bob waren over laatst aan het make-uppen voor een shoot. En we zeiden tegen elkaar, wat doet jij dag of avond make-up? En Bob zei tegen mij, doet jij de avond make-up? Maar dus ik bel iemand voor de avond make-up, maar toch, ik heb ook mijn zachte kantjes.
Komt de Madeleine nog apart uit? Ja, die komt nog apart uit later. Ik weet niet exact wanneer, maar hij komt er. Normaal is hij nog wel op dit moment enkel in de box beschikbaar. Ja, ik zal het nog wel eens navragen wanneer dat hem komt. Ik pak mijn aubergineke met mijn platte blender. Dus mijn gewone blender eigenlijk, maar die zo wat platter staat. Ik ga al een beetje bijpakken, want ik ga meer nodig hebben. En ik ga mijn arcade zachtjes aanzetten. Ik ga echt helemaal opgaan in de achtergrond. Check it out. Goed over nagedacht. Dat is eigenlijk een aubergine hier achter mij. ik krijg de potloden niet goed uitgeblend met de madeleine. Tips. Dan zou ik, als je een madeleine hebt, ik heb dat ook soms voor, als je een madeleine opdoet, zet er dan nog heel eventjes, pak een beetje beige en ga daar nog eens over. Dan kun je veel beter blenden. Bij sommige mensen helpt dat, bij mij helpt dat heel goed daarvoor. Voilà. Andere arcade. Je ziet, dat is een heel zacht kleurtje, maar dat is dus ideaal, de aubergine, voor zo uw arcade in aan te zetten. En daarmee ga ik echt wel goed tot van voor. Met een donkerdere arcade durf ik niet zo ver naar voren gaan. De beige of de lingerie natuurlijk. Hoe, Anouk? Thanks. Maar ik denk... Ik weet niet of dat de lingerie nog op stok is. Dan moet ik eens nakijken. Maar dus als je de lingerie niet hebt, kan het dus ook met de beige. Joep. Beige of lingerie ook goed. Zeker en vast. De lingerie is perfect. De lingerie is eigenlijk de compacte versie van de beige. Doet hetzelfde. Je ziet, ik ga goed in mijn arcade. Ik heb dat wel graag. Dat je dat goed ziet. Zo. Aubergine staat erin. Dan. Nu kom ik terug naar het bridal palet. Ik ga het hem toch pakken, omdat ik graag de mensen die er wat struggles mee hebben met die kleurtjes te gebruiken. Ik ga voor de donkerste kleur gaan. Die gaat het mooiste aanwonen bij de kleurtjes die ik gebruik. Ik ga mijn tapered blender pakken. En ik ga die heel zachtjes... Je ziet, die is heel gepigmenteerd. Ga ik die pakken. Tik die af en eigenlijk heel zachtjes aan de buitenkant. Zo gewoon hier, ik ga dichterbij komen. Ik ga zo een driehoekje maken. Heel zachtjes. Moet fris blijven. Je ziet, het is vrij gepigmenteerd. Andere kant. Is er alleen maandag nog iets in maart en iets in april? Ja, ik denk het ook wel. Klopt. Ik denk dat die vraag toen ook gesteld geweest is. Een driehoekje maken. Waarom maak ik dat driehoekje zo? Ik maak dat omdat je dan, als je dat niet doet, dat is even goed, maar dan gaat je donkerdere kleur meer opvallen. En bij dat driehoekje gaat dat zo heel subtiel blijven, want nu gaat je dat zo kunnen uitblenden en kun je alles opentrekken. Voor mensen met overhangende oogleden, die dan dit hebben, mocht je dat gerust wat hoger laten gaan, dan trek je dat maar zo tot hier zo. Kan geen kwaad dat je dat goed ziet. Dan, even afkletsen. Heb ik hier nog een blender die proper is? Nee, dat is niet erg. Dan ga ik gewoon even afkloppen. Gaan we daar goed op draaien. En je mag terug die arcade een klein beetje meenemen. Ik trek ook mijn ogen altijd zo wat open. Het rechtse vakje kun je ook... Wacht, dat kan je duwen ook als kleur gebruiken of enkel als stoplaagje. Kan je die ook als... Ah, sorry. Kan je die ook als kleur gebruiken? Zeker. Absoluut. Driehoeken maken lukt niet. Ik ben maar een beginner. Als je beginner bent, pakt je borstelke, doet je gewoon dit. Dit. Meer moet je niet doen dan. Dit. That's it. En dan gaat je gewoon cirkeltjes maken en dat op doorblenden. Je ziet, als je over... Ik ben nu echt op weg aan het tonen, als je zo wat overhangend hebt, dat je echt nog wel iets ziet. Nu denk dan van, oké, ja, dat is wel heel fel wat je ze dan doet. No. Man, hier ligt het vol met blenders. Ik heb er gewoon weer over gezien. Nieuwe. Dus wat ik dan altijd doe, is voor die overgang zachter te maken, dan ga ik ze op het einde
een klein beetje dit doen. Ziet je? Je gaat direct een overgang zien. Ziet je? Nu is dat hier, dat is veel zachter. Je gaat er gewoon over. Ik ga even in de spiegel zien. In de gsm is dat toch soms wat moeilijker. Zo. Voilà. Show. Dat. Ik hoop dat ik nog altijd... Want ik zie geen comments meer. Goed. Dat pak ik. Mijn smudge brush. En ik ga ook weer even mijn donker kleurtje pakken hier. Zo. En ik ga die hier van onder ook een beetje mee pakken. Heel zachtjes. Zodat dat schoon overloopt. Heel goed. Oké, top. Dat je die tip goed vindt. Dus probeer het zo op die manier. Oei, er komt iets los. Soms. Smudge brush, zachtjes. Aanbrengen net onder de wimperrand, zodat één mooi geheel wordt. Ziet je? Goed. Dan pak ik mijn concealer brush er even bij, waar dus nog een klein beetje 1.0 liquid foundation op zit van helemaal in het begin. In welke box zit de Madeleine? Die zit in de Volume Stay. Dat zijn deze, dus die zit samen met de Chablis en de Bleu Ciel. Joeps, dit is een combinatie. Die zit zo samen. Voilà. Concealerborsteltje. En dan ga ik dit verbinden. Hop, ik veeg naar boven. Dan heb je een mooie lijn. Ziet je wat dat doet? Het verschil. Dus je gaat het overtollige weghalen hier. En je gaat het zelf doen. En daar hoort weer een hebbe. Er al frisjes uit. Goed. Zo. Ik ga een beetje met de kabuki daar zo over, want anders blijft dat weer al zo dat liquid. Dan is dat weer niet afgepoederd. Pak terug mijn smudge brush. En dan ga ik eerst een klein beetje barb apapa pakken. Dat is deze. Dat is de crème de la crème. Pak die op mijn smudge brush. Ik dab dat zo klein beetje in dat dekselken uit, dat ik niet te veel heb. En ik ga die gewoon zachtjes, al deppend, ook weer aan de buitenkant wat aanbrengen. Voor iets meer glans te krijgen. Want natuurlijk, die aubergine en de donkere uit de Bridal Palette zijn wat matter. Hè? Dat je zo een glinsterje krijgt. Zelfs gaat dat schoon zijn als je daardoor blendt. Dat. En dan... Ik ben altijd zo... Ik ga daar nog eens een grappig filmpje van moeten maken. Van hoe dat je die potjes altijd open en toe doet. De macaron. De macaron zit ook in paletje nummer 1. Maar je kan die ook los verkrijgen. In het dekseltje. Ups. En ik ga hem al deppend. Dus die is mat. Op het bewegend ooglid zetten. Ik ga goed met een boog volgen. Zo. Daar is niet veel moeilijk aan. Dat is gewoon je bewegend ooglid volgen. Opnieuw. Uw blending brush pakken. En je gaat terug uw arcade zo wat volgen. Dat klein glinsterke, ziet je, dat komt toch zo nog wat terug op het einde. Ups, volgen. De losse macaron is toch anders dan in die palet. Ja, die is, er zit een heel klein beetje kleursverschil op. Waarom is dat? Omdat het compact en los altijd anders is. Als je oogschaduws compact gaat maken, gaat die kleur altijd iets anders zijn als ze los zijn. Je kunt dan nooit... welke kleur zit nu? Dat is de macaron. Je kunt dan nooit exact hetzelfde hebben. Iets zachter van kleur. Het is iets rozer. Ja, klopt. Voilà. Zo. Dan. Het gewone bruine oogpotloodje, dus niet waterproof, ga ik nu een klein lijntje boven mijn oog trekken als basis. Want zelfs ga ik daarover gaan met
De crème la crème, crème fraisier. Ik ga die... Nou, dan moet ik hier weer al even schuiven en zo. En misschien een beetje plek maken, zodat ik mijn hand goed kan zetten. Ja, dat is waar. De macaron, de aubergine, dat is waar, omdat die wel zo wat intenser is. Hè? Dus ik ga hier de buitenkant pakken en ik zachtjes, ik trek dat zo wat opzij. En ik ga dat heel zachtjes verbinden. En dan ga ik toedoen. En toen werd dit stil. Dat is altijd. Zo. Klein lijntje boven de ogen. Je wilt niet zien wat ik hier zit. Mijn sparen helemaal lopen. Verbinden. Ziet iedereen dat goed? Ja. Hier is mijn dingskeletekentje nog, waar geen haartjes zijn van mijn bolken laten weg te halen. Zo. Stel, je hebt, gelijk ik nu heb, omdat ik heb dat heel vaak voor met dat zoomsken in mijn oog, dat dat iets te veel is, ga er gewoon heel even met je smudgebrushje over, hop, en dat is weggewerkt. Lijntje trekken tips, lukt me nooit. Dat is ieder zijn ding, hè. Hoe dat je dat moet doen. Dat is een beetje moeilijk. Tips daarvoor. Ik zeg altijd, ga gewoon goed en doe het stukje voor stukje. Niet panikeren. Je begint met een gewoon potlood dat je kunt uitsmutsen. Dat is altijd het gemakkelijkste. Want gelijk ik nu doe, dit is mijn basis. Dit is zo de basis om ergens op te werken. Maar het is, je hebt mensen die echt zeggen, van, ik doe dat gewoon los, zo. Ik ben iemand die het zo doet. Ik trek het niet zoals Loren, maar doe het op gevoel. Anders zit ik te hoog met mijn lijn. Voilà, zie. Dus er zijn echt, iedereen heeft zijn eigen manier. Het is moeilijk om er tips in te geven, maar je moet je eigen manier er eigenlijk een beetje in vinden. Er komt het neer. De frisier. Ik ga met mijn brouwborsteltje een klein beetje pakken. Ah ja, het moet fris blijven, hè. Ik zit altijd op mijn wimpers. Als ik erboven ga, is de lijn altijd veel te breed. Dan kun je een smudgebrush pakken, zoals ik net heb gedaan. Een beetje wegwerken. Pak mijn frisier. Ik ga het terug zo doen. En ik ga die op dat lijntje zetten. Ziet je? En dan wordt dat zachter. Maar is het toch nog wat intenser? Doordat ik al een lijntje heb getrokken. Zo. Die other side, die frisier trouwens, die zouden we ook langs de buitenkant kunnen zetten. Die is ook wel mooi in plaats van dan het donker van het bridal palet. Beetje meer pakken. En dan gaat je eigenlijk, ja, nu zie je dat moeilijker. Maar als je dan in het zonlicht gaat staan, gaat je een hele mooie glitterwing hebben. Oh ja, een mooie glitterwing. Zo. Dat. Oeh, het is mijn mascara. Ah. Een mascara. Dus nu zou ik normaal gezien een lash primer pakken. Die is er op dit moment niet. Komt er snel terug aan. Dus ik ga even schoon. Dus normaal een lash primer. En dan nu mijn volumineux noir. Goed naar achter weer. Je zet aan en je trekt naar voren. Zigzaggend. Naar voren trekken, niet naar boven. En begin echt naar voren. Ja, ja. En dan ga ik de andere kant eerst doen. Hop. Hi Elke. Naar achter, zigzaggen naar voren. Het is weer een mooi zicht. Amai. Zo. Ik ga er nog een keer in. En dan ga ik nu mijn eindlaagje doen. Ik ga weer naar achter. Maar ik ga zo meer het einde pakken nu. En nu ga ik wel het einde. Dus ik ben niet meer vanaf mijn wimper, begin van mijn wimpers. Dus mijn aanhechting van mijn wimpers bezig. Maar ik ben echt op het einde nu. En nu duw ik naar boven. Dan gaat je vermijden dat je een afdrukje gaat hebben. Dus nu kun je echt perfect zo naar boven duwen. En heb je veel minder kans op te morsen.
morst je toch laten drogen. En dan krijg je een heel leuk effect. Onderkant, het rechte. Oeps, klein beetje. Moet fris blijven. Zachte look. Zo. Ja. Nu mijn wenkies. Maar ja, die zijn al heel mooi. Maar ik ga ze toch nog een klein beetje bijtekenen. Zodat ze wat mooi vol zijn. Daar ga ik mijn brunet voor pakken. Dus ik ga dat heel zachtjes maar doen. Omdat ik nu natuurlijk die kleur al heb. Dus het is echt puur een opvullend effect dat het nu moet hebben voor mij. En ik ga dan onderkant pakken. Maar je gaat zien dat dat toch nog veel gaat doen, ze. Dat je zo'n klein bekken. Ziet je? Het is toch nog een verschil, hè? Dat zo omver ziet. Geeft toch nog iets extra. Maar ik moet zeggen dat zo, ik durf zo wel voor, door de dag durf ik zo wel buiten te gaan zonder. Maar als ik het nu zo zie, vind ik dat toch nog altijd een meerwaarde dat je dat zo een klein titsje bijtekent. Ziet je? Accenten toch een meerwaarde. De wenkbrauwen zijn echt heel mooi. Oh, dank je. Wat zo leuk. Die bevestiging. Ja, ik vond dat echt. Ik vond het in het begin zo'n beetje freakshow. Want ik ben dat niet gewoon van mijn eigen dat dat zo donker is. Voilà. Zo. Dan. Dat is al goed. Waar heb ik nu mijn dingen gedaan? Ah, oh. Mijn bruidenpaletje terug. Ga ik mijn pointed pakken en een beetje highlighter. En die ga ik ook nog zo'n klein beetje hier zetten. Voor toch weer terug dat fris te krijgen. Bobtje! Ziet onze achtergrond maar eens, Bob. Hoe goed het dan marcheert. Zo. Binnenkant. En dan gaat je... kunt hieronder ook een klein bekje zo, want ik vind die een highlighter uit de bridal super, super subtiel. En ik zie wat dat doet. En die maakt het ook echt super fris. Friskes. En wat ik ook doe, wat je ook kunt doen, je kunt daar je fanbrush voor pakken. Altijd is het beste een borsteltje. Of je tokkelt ze met je vingertjes. Dat kan ook. Tokkelvingertjes kan ook. Even hier al een highlighter zetten. Zodat als je buiten komt, dat je helemaal fris bent. En dan ga ik mijn lippetjes nog doen. Ah, wel echt fris. Morgen ook proberen. Ha, leuk. Le Pink Nouveau. Ah ja, we gaan bij het frisse blijven. Ik ga die om die zo zacht mogelijk aan te brengen, want die is best wel wat intenser, ga ik mijn lippencil daarvoor gebruiken. Zo mooi fris. Ha, dat was de bedoeling, hè. Frisse lentelook. Dat was het thema. Dus ik ben blij dat jullie allemaal zeggen dat het fris is. Welk pencil is dat? Het lippencil. Die kan je ook krijgen. Als visagistes werken wij daar altijd mee. Maar het is ook wel gemakkelijk. Als je nu de kleurintensiteit ziet. En dat je ze dan aanbrengt. Met het penseel kun je die zachter maken. Lala. Over mijn kapotte lippenbekken doen. Oh, echt. Dat weer, hè. Dat maar snel warm wordt. Ziet je, dan is dat zo. Nu is dat zachter. Anders is dat best intens. Als je dat met... Allee, dat mag, hè. Maar als het zo wat frisjes moet blijven, vind ik dat dat zo wel... Bij de... De La Vie en Rose bij mij meer oranje. Wat zou ik erop of rond... Als dat sowieso meer oranje is, zou ik daar echt een roze potlood onder zetten. Dan gaat dat veel beter zijn. Was net een dubbele blender of zo. Een dubbele blender. Die ik heb gebruikt. Wacht. Van penseel bedoel je, Nancy? Ik heb net de lippencil gebruikt en de dubbele blender. Ik heb... een platte blender en een tapered blender gebruikt. Als dat de vraag was. Ah, de fanbrush. Ah,
Deze. De fanbrush. Roze potlood cerise. Ja, kunt je doen. Zachtjes aanzetten, want dat is ook weer een hele felle. Goed uitsmeren. Eventueel allee, echt wel goed uitblenden met uw lippenpencil dan. En dan die erover zetten. Wat is de meerwaarde van het penseeltje op de lippen? Dus dat is hetgeen wat ik net zeg. Als je de lipstick gewoon gaat nemen, dan is die veel intenser van kleur. Die gaat, ik zal tonen. Kijk. Ziet je? Dan is die veel intenser. Ik zal het zo langs de ene kant doen. Dus als je dat met penseeltje gaat doen, kun je die veel subtieler aanbrengen. Voilà. Zo, dit is mijn look. Een matte primer voor de mensen die glimmen. Mensen die zeggen, ik wil echt een glow. Kan zeker en vast. Dan moet je de glow powder pakken. Maar dus, ik ben nogal glimmerd. Glimmerd. Alhoewel, tegenwoordig heb ik een beetje last van droge huid, maar glimmerd. En dan gewoon met de powderborstel overal aanbrengen. Tadaa. Zo, ik zal een beetje dichter komen. Dit is het resultaat. Ik zal zelfs ook nog wat foto's pakken. En ik hoop dat ik jullie wat tips en tricks terug heb kunnen geven. Ik zie jullie zeker en vast wel een keertje terug tijdens een volgende live. Voilà. Ik wens jullie nog een super gezellige avond. En tot zeer snel. En die mensen die vragen vermelden, mag je me altijd privé sturen van dingen die, wanneer dat die terug op stok komen, dat ik het zeker niet vergeet, dan antwoord ik je graag terug. Ik heb pas liquid concealer gekocht. Dan zie je nog meer lijntjes, beter niet aanbrengen. Jawel, maar goed afpoederen. Opentrekken, al deppend aanbrengen. En dan echt goed afpoederen. Probeer dat maar eens. Voilà. Ik ga afsluiten. Bye bye. Dankjewel om mee te kijken. En vergeet het niet. The liquids are back. Shoppen. Bye bye.